Ik denk dat die confrontatie, zeg maar, van dat ongemakkelijke moment, dat vind ik ook leuk. Dat is ook een beetje, het zijn van die stiltes in een gesprek als niemand meer wat weet te vertellen. Ik ben eigenlijk heel slecht in small talk en heel goed in heftige gesprekken. Dat is bij lange na niet al iedereen. En small talk wordt heel vaak gevoerd om ongemakkelijke stiltes op te vullen. En samen stil zijn is een van de moeilijkste dingen. En daar voelen mensen zich heel opgelaten bij. Want er gaan heel veel andere dingen spelen. Dus als we het dan maar kunnen hebben over het weer. Maar dat zet ook grenzen en emoties van mensen op scherp. En dat is het stukje wat me het meest interesseert. Daar heb je dat stukje ongemak bij mensen voor nodig. Ik ben op zoek naar echte emoties en echt contact. En ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat dat precies inhoudt. Ik zoek dat in eerste instantie met mezelf, want dat is waar ik moet beginnen. Maar wat is dan echt contact met mezelf? En hoe beleef ik of hoe sta ik echt in contact met die emoties? Daarom licht ik ze ook zo uit, om ze maar te begrijpen of zo. Dat moment te bevriezen en te kunnen analyseren. Ik ben nu moeder en ik teken mezelf heel groot en naakt. Dat is best wel gek. Ik heb heel lang mijn atelier in huis gehad. En toen Lotte 3 werd, toen hingen daar al mijn tekeningen boven de bank aan de muur. En toen is er inderdaad ter sprake gekomen dat die tekeningen dan bedekt zouden moeten worden. Ik vond het best wel heel erg moeilijk toen, want ik dacht, ja, dat is toch gewoon mijn werk. Aan de andere kant heb ik dan ook dat stukje, ik hoef niet per se iemand daarmee dan extreem te provoceren. Moet je je kind daar wel aan blootstellen? Toen dacht ik, ik weet niet hoe jij je kind doucht, maar dan ga je toch ook gewoon mee op de douche, of niet? Ik denk niet dat een vrouwelijk lijf provocerend is als het naakt is. Kijk. Welke kleur wordt het dan? Rood. Rood? Moet dat? Ja. Die kleur is het mooie. En die is het mooie. Toch merk je ergens nog wel, en ik merk dat nu bijvoorbeeld heel veel van mijn contacten ontstaan via Facebook of via Instagram. Dan komen ze er gaandeweg achter dat ik ook moeder ben. En dat valt dan altijd een soort met op. Oh, ben je ook moeder? Ja, maar wat heeft dat met elkaar te maken? Dat zou helemaal niks hoeven zeggen over of van of met. Ik denk dat dat losstaat. Tegelijkertijd is dat onlosmakelijk verbonden met mij. Maar die voorbeelden heb ik heel weinig gehad tijdens de academie. En daarvoor ook heel weinig. De voorbeelden die ik had waren eigenlijk voornamelijk mannen. En de zeldzame voorbeelden als vrouw waren dus of geen moeder. Of ik weet nog zelfs dat er tegen een van mijn studiegenootjes gezegd is, als je dan straks afgestudeerd bent, word je dan niet te snel moeder? Terwijl ik dacht, maar wat is dat voor een rare opmerking dan? Er wordt nog heel vaak gemakkelijk gezien dat moment waarop je dan moeder wordt, of ja, mama bent geworden, en dat je dan minder tijd en minder gepassioneerd in je vakgebied zou zijn. Terwijl voor mij heeft het echt tegenovergestelde effect gehad. Door mijn dochter ben ik weer vol voor die kunst gegaan. Kut voor je.
professioneel wordt dat onderwerp wel vaak aangesneden. En daarin komt het heel erg in context. Kijk uit dat je niet zo'n vrouw wordt dat alleen maar emoties afbeeldt. Het proces is nog steeds om dat als kracht te omarmen. Dat die emoties een kracht zijn. Ik geloof er wel meer in, steeds meer. Maar zelfs op het moment dat ik het er nu over heb, is het soms best wel moeilijk om het als kracht te blijven zien. Om het niet als te vrouwelijk of te emotioneel in mijn eigen hoofd af te bestempelen. Ik denk dat het voor mij heel belangrijk was om me minder aan te trekken van het standaardbeeld wat in mijn hoofd geprogrammeerd zat. Ik denk dat het belangrijk is om een vrouwelijk perspectief te bieden, omdat die er nog niet genoeg zijn. Ook om te laten zien dat vrouwelijk wat altijd een beetje afgedaan wordt als emotioneel of overtrokken of te, dat het niet zo is. Punt. Ja, het is emotioneel. Ja, dat kan ongemakkelijk zijn. Maar het heeft niet minder bestaansrecht. Het heeft niet minder waarde. Het is niet minder belangrijk. Of daarom moeten we het maar wegstoppen.